Hey, hallo iedereen. Ik heb besloten om de vrouwelijke energie in een aparte video te doen, zodat dat overzichtelijk blijft. Dus in de mannelijke energie, mocht je dat niet bekeken hebben, in de video van de mannelijke energie, daar heb ik ook de gezamenlijke energie in bekeken. En heb ik ook de rode draad eigenlijk van het thema voor de maand juni besproken. Dus als je dat nog niet bekeken hebt, zou ik zeggen, dan ga je die zeker ook eens gaan bekeken. En dan gaan we nu in deze video ook net zoals in de mannelijke energie 9 kaarten leggen. En dan een uitgebreide reading die je via de link in onderaan deze video kan aanschaffen, gaan we kijken van wat de onbewuste schaduwen zijn, waar dat de vrouwelijke energie gevaar loopt om zichzelf te gaan saboteren deze maand. En natuurlijk wat hij er kan gaan dan doen. Advies, tips. En ik geef ook mee met welke vlam dat je zou kunnen samenwerken. Om die blokkades of onbewuste schaduwen te gaan transformeren. Zo, dat gezegd zijnde, mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan zou ik het heel fijn vinden dat je dat doet. Geef mij ook een likeje of zet een comment onder de video waar dat jij zit in je proces en welke vragen dat je hebt. Want op die manier kan ik nog veel beter verbinden met jullie energie. En helpt het mij ook om te weten welke video's het meest behulpzaam zijn in jullie proces natuurlijk. Zo, oeps. Ja, ik denk dat die belangrijk is, maar je is al 2 keer uitgevallen. Dus we gaan hem toch meenemen in de reading. Dus wat hebben we? Ik had ze nu voor mij klaargelegd, zodat ik ondertussen kan meekijken, maar nu ga ik ze voor jou leggen. Dus we hebben de Nine of Cups, de Four of Wands en de Nine of Swords, dus de 9 van zwaarden omgekeerd. Dan hebben we de Page of Wands, de Hoge Priesteres. Dan de 6 van zwaarden. Dit is een speciale kaart in dit deck. En dat heeft eigenlijk te maken met het oneindigheid. Ik ga het straks uitleggen. Dan hebben we de koning van bekers omgekeerd en de Nine of Wands ook omgekeerd. En deze bleef er natuurlijk ook uitkomen, dat is de Knight. Dus wat voel ik? Want dat is eigenlijk ook een kaart die uitgekomen is bij de mannelijke energie in de eerste week. Dat belangrijk is dat we dat ook hiermee in betrekken in deze reading voor de vrouwelijke energie. Want hetgeen waar de vrouwelijke energie doorheen gaat, is verbonden met waar de mannelijke energie doorheen gaat. Of je het nu wilt of niet, het is nu eenmaal zo. Dus omdat de mannelijke energie eigenlijk een stuk nog op zoek is naar wie dat hij is, op welke manier dat hij zich moet verbinden met de emotionele kant in zichzelf, dus die vrouwelijke kant in zichzelf, is belangrijk dat in de eerste week van juni, dus wat gaat zo, dus dat is hier in het begin, het midden en weer naar het einde toe, dat de vrouwelijke energie echt haar eigen cup leert vullen. Dat ze echt die vervulling, die leegte dat ze altijd gevoeld heeft in zichzelf gaat gaan vullen, maar vanuit het weten, vanuit de verbinding met in 5D met haar mannelijke energie, dus met de mannelijke energie. Want die verbinding is er, die verbinding tussen mannelijke en vrouwelijke energie is er altijd al geweest. En dan weet ik, heb deze kaart al meermaals gebruikt en uitgelegd, want jouw mannelijke energie, ze communiceren met de mannelijke energie van jouw tweelingvlam en ook omgekeerd met betrekking tot mannelijke energie. Dus alle dingen dat jij jezelf hield, helpt jouw mannelijke energie om daar ook dingen in te gaan energieën. Dus hoe meer dat jij zelfzeker bent in die vrouwelijke energie van jezelf, hoe meer dat ook dat gaat zich gaan weerspiegelen bij jouw mannelijke energie. En daarom is het belangrijk dat je dus niet kijkt naar de mannelijke energie, zoals dat hier zit, dat is een mannelijk gezicht, dat je niet gaat gaan kijken daarvan, maar dat je wel de verbinding, dus de 5D-verbinding, de energetische verbinding gaat gaan gebruiken om jouw emotioneel te gaan vervullen. En dat gaat ervoor zorgen dat je niet weer gaat gaan vervallen in oude patronen van je zorgen maken, gaan panikeren en dat je eigenlijk jezelf gaat gaan focussen op scheiding. Want het zijn die twee personen en ze zijn eigenlijk, volgens hun illusie zijn ze gescheiden, maar eigenlijk zitten ze gewoon de rug aan de rug tegen elkaar. Dus focus je niet op hoe dat het zich in het fysieke uit. Want door verschillende astrologische planeten gaan we in juni nog veel meer ook gepusht worden om die schaduwen naar boven te laten komen. En daarom is er ook een uitgebreide reading waar ik daar nog dieper op inga. Omdat ik daar dan tegelijkertijd ook al een aantal tips en tools meegeef om aan de slag mee te gaan. Maar dus focus op de energetische verbinding. Dat gaat je helpen om je eigen bekers te vullen. En
los te blijven of weg te blijven van het zorgen maken, van het panikeren, van het te veel in je hoofd te gaan zitten. En dan naarmate dat de maand vordert, ga je zien dat het gemakkelijk, net dat principe, gemakkelijker is om je eigen passie ook weer meer te gaan volgen. Om daar meer op te focussen, echt te weten en te voelen ook dat je inderdaad die hoge priesteres bent. Dat je inderdaad in staat bent om de zwaarden te sturen zoals dat je wilt. Dat je die paarden kan sturen gelijk welke richting je wilt. Dat je kan beslissen van dat is hetgeen wat ik vandaag wil ervaren. En dat je dat door jouw energetische verbinding met jouw mannelijke energie, met de mannelijke energie, dat je dat als een fuel, als een brandstof kan gebruiken. Want je mannelijke energie doet net hetzelfde, maar om nog dieper in zijn healing te gaan stappen. En jij, als vrouwelijke energie, gebruikt de verbinding om nog meer uit het hoofd te komen, om nog meer eigenlijk het logische te gaan gebruiken, maar vanuit die passie, vanuit die fuel. En dan ga je merken en leren, dan zijn we hier aan die speciale kaart in dit deck, dat het universum erin is van oneindige mogelijkheden. Dat jij in staat bent om wat dat je ook maar denkt en voelt te kunnen manifesteren. Ongeacht van het feit of dat je Divine Masculine er is of niet. Daarom legt hij ook ondersteboven. Want op zich heb jij hem of haar niet nodig om je compleet te maken, om jou die vervulling te brengen. En wanneer je dat weet, ga je inderdaad al die zorgen, al die angsten die je hebt, rond van gaat hij wel komen, gaan we wel samenkomen, ga je in staat zijn om die volledig los te laten. Dus voor de man, voor de vrouwelijke energie, en ik word leid om hier naar de onderkant te kijken, ja, kijk, is belangrijk om in die Queen of Swords te gaan stappen, om je waarheid te gaan spreken naar je mannelijke energie, maar ook gewoon naar mensen om jou heen, om te zeggen wat je nodig hebt, om niet meer vanuit de vervormde energie in je leven te gaan vormgeven, maar ze echt vanuit die Queen of Swords, dus echt die koningin die haar waarheid kent, die weet wie dat ze is, een hogepriesteres, die weet waartoe dat ze in staat is. En die weet dat het universum er altijd voor is en altijd die backup heeft. Dus, zeker in het begin van de week, focus op je eigen energie. Focus op het vervullen van jezelf vanuit die energie in de 5D. Dus vanuit de liefde en de connectie die je hebt, die er altijd al geweest is in de 5D. Om je eigen, dus om weg te blijven uit zorgen en overdenken en piekeren. Maar om in jezelf te zakken, in die vervulling te zakken en in je emoties te gaan verbinden. Want dat ga je behulpzaam zijn om nog meer met je eigen mannelijke en vrouwelijke energie te gaan verbinden. En om van daaruit nog eigenlijk de obstakels die op je pad komen te gaan overwinnen. Door positief gebruik te gaan maken van gedachten. Dus je gaat ze op een positieve manier gebruik maken, terwijl dat ze hier echt als een last gezien werden. Ik vind het nu mooi, hier is 9, 6, 9. En ze liggen zo omgekeerd. En 96 is ook weer de spiegeling van mannelijke en vrouwelijke energie en het teken van tweelingvlammen. Dus moest je nog een bevestiging hebben, je zit inderdaad, als je naar deze video kijkt, in het traject of in het pad of op de reis of het avontuur van, of als een tweelingvlam. Dus weet dat de mannelijke energie deze maand nog meer leert te verbinden. En dat is ook, daarom zitten we ook nu in de maand van tweelingvlammen. Het niet tweelingvlammen, ja, wel van tweelingvlammen, maar van tweelingen dus. Waarom? Dat we leren hoe dat we samen kunnen werken. Hoe dat we. Ook al zijn we niet fysiek samen bijvoorbeeld, maar dat je wel op de positieve manier vanuit die energetische verbinding het kan op een positieve manier gaan gebruiken. Want het is een keuze dat je hebt. Ga je blijven treuren over het feit dat hij of zij er nog niet is? Of ga je de oneindige mogelijkheden die het jou biedt gaan gebruiken op een positieve manier? En dat is een keuze dat je hebt nu in deze maand juni. Zo, dat was voor deze video. Als je hier nog dieper op wilt ingaan, nog meer wilt leren rond de onbewuste schaduw en rond de manieren van zelfsabotage dat de vrouwelijke energie kan tegenaan lopen, dan nodig ik je uit in de uitgebreide video die je kan aanschaffen via de link hieronder. Zo niet, dan zie ik je sowieso in een volgende video. Dag!